Hallo, ik ben Bob Otten. Ik ben 46 jaar. Ik werk sinds 3 jaar bij Peter Appel Transport in de levensmiddelendistributie. We zijn hier in Zwolle bij het distributiecentrum van Albert Heijn. Ik wil mij aanmelden voor rit 566. Ja, oké, hi. De dag bestaat meestal uit 2 ritten. En per rit heb je dan filiaalritten hier. Die bestaan uit 1 of 2 winkels, soms 3. We hebben hier 2 schermen, eentje voor de versafdeling en eentje voor de houdbaar. Ik heb net een ritje 566 aangemeld. En zo gauw als hij blauw wordt, dan is hij klaar om te gaan laden. Nou, dit moet er allemaal in, dus er is even werk aan de winkel nu. Je hebt hier altijd hulp van Albert Heijn medewerkers die de boel inscannen. Alleen in de auto zelf moet je zelf laden. Schiet lekker op, 2e filiaal. Ik ben chauffeur sinds een jaar of 7, 8. Ik zit gemiddeld 3 tot 4 dagen in de week op de vrachtwagen. Voor de rest ben ik zzp'er in het installatiewerk. Zo, vast. Nee, een chauffeur heeft nooit haast. Dat is het eerste wat ik geleerd heb bij Peter Appel. Het hoeft niet snel, maar wel goed en veilig. Nou, ik heb eigenlijk geen speciale opleiding gevolgd om dit te doen. Buiten natuurlijk gewoon C en CE rijbewijs en code 95. Maar ik kan me wel voorstellen dat het handig is als je een beetje achtergrond weet van transport en logistiek. Goedemiddag. 17 stuks. Als we bij het filiaal zijn, dan zetten we de rollies op de klep en laten we de klep zakken. En de winkelmedewerkers doen de rest. Hartstikke mooi. Dat. Goed. Zeer bedankt. Tot de volgende keer. Tot ziens. Het voordeel ook van distributiewerk vind ik, het is schoonwerk, het is droogwerk. Je rijdt wel op tijd, dus het is best aanpoten. Het gaat altijd door. En er is ook altijd werk. Mensen blijven altijd eten, dus supermarkten moeten altijd bevoorraad blijven.